panna cotta. Een van de hoogtepunten van het Italiaanse nagerecht gebeuren. Ook zeer simpel te maken. We beginnen met een anderhalve deciliter melk. We doen daar 6 deciliter kookroom bij. Dus het mag een room zijn met een niet zo hoger vetgehalte. En we hebben van Tine, de ultrafijne korrelsuiker. Daar doen we 150 gram van bij. We hebben hier een vanillestok. Dat is de klassieke procedure. We ritsen die in, van boven. Dat wil zeggen niet doorsnijden, alleen de bovenste huid. We leggen die er ook bij. We roeren dat eventjes door elkaar, dat die suiker zich verspreidt in de massa. En dan gaan we dat... Inkoken is een groot woord, maar we gaan dat toch flink laten koken. We hebben hier 3 blaadjes gelatine. Die wordt geweekt in koud water. Die blijft daarin liggen. Straks, als we die gaan gebruiken, nijpen we die uit en we roeren die eronder. En nu even wachten tot de melk een beetje ingekookt is. Onze roomsuikermelkoplossing is nu toch al een geruime tijd, toch een minuutje of 7-8 aan het koken. We gaan al eerst zorgen voor de vanille. Dus we hadden die een beetje ingesneden. We gaan die nu de vanillezaadjes van binnen uitschrapen met een mesje. We doen die er terug bij. Niet alleen voor de zwarte tikjes natuurlijk, maar vooral voor de lekkere smaak. We roeren dat er nog even door. We gaan dat even van het vuur als genoeg. Zeg, 7-8 minuutjes inkoken, zodanig dat het ietsje meer dikte geeft. Ik ga voor de goede orde toch nog eens even met de klopper erdoor, dat de vanille zeker goed opgelost is. Dan hebben we ons gelatineblaadjes. Die zijn geweekt in koud water. Geen vergissing er laten over bestaan. Want als je die weekt in warm water, heb je gewoon geen gelatine meer over. Dan lost hem op. We nijpen die gewoon uit, zoals je een zeemvel zou uitnijpen. Zo. En we lepelen die er ook onder. We roeren die eronder. We hebben ondertussen potjes klaarstaan, waar dat we de panna cotta gaan inlepelen. Dit, laat ons zeggen, toch een halve dagje in de koeling. Gelatine moet zijn werk kunnen doen. En dan is uw panna cotta klaar. Onze panna cotta's die hebben ook enkele uurtjes in de koeling gezeten. U ziet, voilà. Ze houden. Meer moet dat ook niet zijn, want ze moeten feitelijk nog een beetje smeuig blijven ook. Dat is juist die dosering van die gelatine waar ik het over had. Dat is hier zeer goed gelukt, want ze zijn koud. Kunnen die zo natuur geven? Je kunt die demouleren, dat is ook een mogelijkheid. Je kunt die ook nog afwerken met iets. We gaan ze nu deze afwerken met een beetje karamelsaus. Maar je kunt daar bijvoorbeeld een beetje ahorn op doen. Dat hebben we hier ook bij, maple syrup. Je kunt daar bijvoorbeeld een beetje half opgeslagen room op doen. Je kunt, wat ook heel lekker fris is, een soort lichte siroop maken op basis van sinaasappeltjes. Met een wat klein stukje sinaasappel in. Kan allemaal. En dit is bijvoorbeeld ideaal voor een walking dinner of voor een soort dessertbuffet waar iedereen zo'n klein potje kan nemen. En blijft een hoogtepunt van de Italiaanse keuken, panna cotta.